wat er vooraf ging in The King. Ik weet zeker dat Raftegaar altijd heeft gelogen over dat het zo'n dictator en tiran is. Dan dat je geëxecuteerd moet worden. Wat? Leon, weet je... zo moet het gebeuren. Demi. Wat kom je doen, Leon? Ik ga je redden. Demi, ze zitten nog steeds achter ons aan, volgens mij. Ja, klopt. Ja, klopt. Ze varen nog steeds achter ons. Twee Hindavaanse mensen. We moeten zo snel mogelijk aan kust. Ja, echt waar, Leon. Ik zie daar Zera, volgens mij. Echt? Ja, wow. Een toren. Ja. Een toren? Daar hebben die scouts er nog nooit over gehad. Ja, ik zou het niet weten, Leon. Dat was jouw plan om hier naartoe te gaan. Oké, we moeten daar echt zo snel mogelijk aan wal. Ja, laten we daar gewoon aanmeren, want misschien kunnen we verstoppen in die toren. Ze beginnen afstand te houden, Leon. Is dat zo? Ja. Ja, ik zie het. Oké, laten we snel hier aanmeren. Kunnen we even kijken wat ze doen? Het is net alsof ze bang zijn. Of zo. Ja, misschien beseffen ze zich dat dit niet de allerbeste plek is om daar toe te gaan als Yennefaan. Ik zie ze niet eens meer. Volgens mij zijn ze gewoon teruggevaren. Oké, dat is alleen maar in ons voordeel, om eerlijk te zijn. Ja. Leon. Even een kort gesprekje. Hoe zit het nou? Ja, ik weet niet. Dit zou het moeten zijn wat ik op mijn kaart heb gelezen. Oké, maar je hebt dus genoeg research gedaan om te weten dat dit echt dé plek is om naartoe te gaan? Ja, maar ze hebben het nog nooit gehad over een toren, over wachttorens of zo. Dit hele land zou uit ruïnes moeten bestaan. En hoeveel jaar zou dit al uit ruïnes moeten bestaan? Ja, nog geen 2 jaar terug. Wat ik heb gehoord, er zat hier dus een bende rovers. Die hun fort is hier opgeblazen door Yennefaanse oorlogsboten, kanonnen, weet ik veel wat, TNT. Ja, Yennefa laat normaal gesproken niet veel over van hun vijanden, dus. Ja, maar waarom staat die wachttoren hier? Ik vertrouw het niet. Nee, ik ook niet. We moeten echt oppassen met wat we doen, Leon. Maar om heel eerlijk te zijn, we hebben niet echt een keuze nu meer. Ja, laten we maar gewoon gaan, want... als we die kant op gaan, dan zullen we sowieso in contact gaan komen met Yennefa. En daar heb ik geen zin in. Dus laten we gewoon even boven kijken. Ja, is goed. In ieder geval... Demi, dit klopt gewoon niet. Waarom staat hier een wachttoren? Ik had rapporten gekregen waarin heel iets anders stond. Ja, ik zal het niet weten, Leon. Als je een rapport hebt gelezen dat dit kapotgeschoten land was en niet bewoond... dan denk ik dat je een paar verkeerde rapporten hebt binnengekregen, want dit ziet aardig bewoond uit. Ja, maar waar zijn die paarden dan? Want dit is toch een stal, neem ik aan, of wat is dit? Ja, dit is wel een stal. Ik bedoel, waterbak, hooi... Ja, dit is absoluut een stal, maar... Ja, maar dat zie ik ook wel. Kom, waar zijn die dieren? En zit hier überhaupt wat in die kist of zo? Nee, helemaal niks. Nee, er zit hier helemaal niks. Maar Leon, kom op man, de fakkels staan nog aan. Dit is gewoon bewoond land. Oké, maar ja, ik weet niet. Het enige wat ik weet van dit land is dat het een land zou moeten zijn wat bestaat uit rovers. Dat handelsschepen van Yennefa zou hebben gekaapt en hun goederen zou, ja, stelen, weet ik veel. Maakt me ook verder niet uit, maar ja, ik denk dat we gewoon een huis moeten vinden voordat die Yennefanen die nou achter ons aan zaten, dat we die gewoon kwijtraken. Ja, dat lijkt me wel verstandig, Leon. Dus ik denk dat we gewoon dat pad moeten volgen daar. En dan zien we wel waar we op uitkomen. Ja, wat heb je eigenlijk trouwens allemaal bij je? Ja, ik heb een zwaard gelukkig. Een paar appels. Hier heb je een appeltje. Ik heb nog een flesje water. Ik heb net nog een flesje water genomen. Dus hier neem een paar slokken. En ja, frotvlees, lege flesjes, vis. Ja, die hebben we met de hand gevangen natuurlijk. Een paar wortels. Maar ja, en natuurlijk die goede zeesverkoudheid die ik heb. Dat is echt een vreselijke bedoeling. Maar ja... Steek me maar niet aan, alsjeblieft. Laten we maar gewoon dat pad gaan volgen. Maar weet je wat dat is, Demi? Ja. Als hier mensen zijn, rovers, die kunnen... Zitten die hier niet meestal in de bossen? Of ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, je rooft niet midden in de stad, nee. Heb je zwaar bij je, toch? Of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Even kijken, hoor. Ja, wacht even. Ik hoor geritsel. Jij ook? Ja, ik hoor ook iets. Dit klopt niet helemaal, Leon, maar... Moeten we dit een beetje rustig benaderen? Ik zie niks. Ik zie niemand. Oké, ja, ik hoor het nou alweer. Demi? Ja? Ik denk dat het verstandig is dat je zwaar trekt. Wow! Shit. Halt! Yennefanen zijn hier niet welkom. Maar ik ben helemaal geen Yennefaan meer. Dat maakt me helemaal niks uit. Meekomen. Ik zie er niet eens uit als een Yennefaan. Laten we maar doen wat ze zeggen, oké? Ja, oké. We gaan met jullie mee. Waar brengen jullie ons naartoe? Naar de cel. Ja, maar... Waarom?
Ja. Dat maakt me niet uit. Spullen inleveren, nu. Alles? Ja. Op het eten? Ja. Maar ik heb hele lekkere appels. Ja, ik... Mag ik de appels meenemen? Oké, hier. Prima. Houd maar lekker bij je. Welke cel moet ik in? Ik hoop wel op een comfortabele cel, om eerlijk te zijn. Ik eet hetzelfde appels op. Lekker puh. Volg de andere maar. Oké, wat... Oké, ik ga er wel in. Sorry. Ik ga wel voor rechts dan. Oké. Volgens mij zit het hier goed vast, Demi. Ja, ik denk het ook. Het ziet er wel naar uit, ja. Oké, we moeten even wachten tot ze... Dat ze weg zijn. Ze zijn weg, ja, gelukkig. Ik denk het ook. Maar ja, goed. Nu zit hij vast. Ja, Leon... onderkomen, toch? Of niet? Ja, nou ja... God. Leon... Ik wist dat dit ging gebeuren. Je kan er niet zomaar de vijand van je naven vertrouwen gewoon weggaan? Kom op, Leon. Maar ja, hallo. We zijn nou toch geen vijanden meer van Zerna. We zouden eigenlijk met ze samen moeten werken om je naven te kunnen verslaan, weet je? Ja, oké, daar heb je gelijk. Maar wat nou als ze gevaarlijke dingen met ons gaan doen? Dat moeten we ook niet hebben. Nee. Het enige wat ze waarschijnlijk gaan doen is ons... Ja, misschien omdat er natuurlijk een flinke geldsom op jouw hoofd staat. Omdat ze Somalia dood wil hebben, denk ik. Oh. Maar ja, wat ze met mij moeten, ja, dat weet ik niet. Verraden van Zera of een verraden van Yennava. Nou, ik denk dat Zera niet samenwerkt met Yennava, maar... Ja, we moeten uit deze cel, Leon. Hoe dan ook, dus... Heb je plannen? Nou, ik zie alleen maar obsidian om ons heen, om eerlijk te zijn. Dus waar zouden we eruit kunnen komen? Ja, en ik snap wel dat jij met je kilootjes van... Ja? Meekomen, je gaat naar de koning. Waarom? Nu. Oké, rustig. Succes, Leon. Ik haal je hieruit. Kom je halen, Demi. Lopen, nu. Oké, rustig. Niks rustig, lopen. Oké, rustig, man. Buig voor de koning, nu. Oké. Sta op. Gegroet. Wie ben jij? Leon is de naam. En, Leon, wat doe je op mijn land? De elementen zijn niet blij met uw aankomst, Yennavaan. Ik ben geen Yennavaan meer, koning. Ik heb je naven verlaten om een einde te brengen aan koning Somal. Dat zal vast bij mijn geschiedenis met jouw volk. Vele uit Zera zijn gestorven. Nou, wat ik heb gehoord, klopt dat. Wij wisten niet van uw bestaan af, totdat u de Yennavaanse vloot aanviel. Ze terroriseren de wateren van Zera. Dat kon u niet opgemerkt laten. Dat was dan uw fout geweest. Er was vrede totdat u ons aanviel. We wisten niet beter dan dat Zera een provincie van Empire was. Blijkbaar is dat dus niet zo. Ja, Empire is hier al 10 jaar niet gespot. In die tijd hebben we ons bestaan hier gebouwd. Dit danken wij nog steeds aan de elementen. Elementen? Wat is dat dan weer voor onzin? Jij hebt recht op spreken, ongelovige. Wat wij weten is dat jij een Yennavaan bent, een vijand van Zera. Wat ik weet is dat Yennava denkt dat ze ons verslagen hebben. Die onwetendheid wil ik behouden. Dus wat ik jou verwacht staat, is dat we jou zwijgen gaan opleggen. Mij executeren gaat jou niet helpen, koning. Ik heb kennis dat we in jouw voordeel kunnen gaan gebruiken. Als jij ooit een kans wil gaan maken tegen dat Yennava om jouw volk veiligheid te kunnen garanderen. Dan laat je mij gewoon leven. Ik ben geen koning geworden omdat mijn volk me koos, ongelovige. Ik heb ervoor moeten vechten zoals mijn voorgangers dat ook hebben gedaan. Als de vijand op mijn kust staat, dan maak ik ze af op mijn manier. Precies hoe ik dat gewoon heb overgenomen. De sterkste zal uiteindelijk lijden. De sterkste zal lijden, zeg je? Dat klopt, ongelovige. Als dat zo is, dan ga ik graag een duel met je aan. Want ja, ik ben toch veel sterker dan dat jij bent. Jij? Laat me niet lachen. Jij vertelt mij niet dat jij de sterkste bent uit dit land? Zowel, dan laat maar eens zien wat dat inhoudt. Prima, ik sta niet zomaar gevecht over. Op naar de arena. Mensen van Zera, ik groet u, uw koning. Jullie oude leider is verslagen en dat maakt mij jullie nieuwe leider, een Yennavaan. Ja, een Yennavaan. Maar, dit betekent niet dat jullie onder het regime van koning Somal zullen vallen. Jullie mogen ze misschien haten, maar jullie zijn niet de enige. Ook ik
ben tegen het regime van koning Samal. Ik mag misschien wel een Yennefaan zijn, maar ik zag in dat koning Samal niks om zijn bonden geeft. Samal heeft besloten zijn bondgenoot af te slachten, waardoor ik en die bondgenoot gevlucht zijn naar het mooie Zera. Vanaf dit moment zal ik daarom jullie idealen volgen, met jullie die van mij zullen opvolgen. Samen zullen we Zera een machtig land maken dat je Nava ten val zal brengen, zodat er rust en vrede in Midisti zal zijn. De elementen zijn met ons en onze idealen. Voor Zera en al haar glorie, Hosea.